Hallo allemaal, op donderdag 29 juli 2021 mochten de kalveren voor het eerst naar buiten. Ik doe ze eerst altijd even op de stoep tussen de hekken, zodat ze wat aan het buiten zijn kunnen wennen. Ze kunnen dan springen en dollen. Als ik ze zo rechtstreeks het land in zou doen, dan zouden ze werkelijk alle kanten opgaan. En dan zien ze geen afrastering, dan gaan ze overal doorheen. Dus eerst tussen de hekken. En ook moeten ze eerst aan de stroomdraad wennen. En daarom heb ik binnen de hekken langs stroomdraden gespannen. En dat zie je hier. En dan snuffelen ze er af en toe eens aan. Dan krijgen ze stroom. Dat klinkt misschien zielig, maar dat doen we echt. Zodat er geen ongelukken zullen gebeuren. En dat ze in het land in het juiste stuk blijven. Dit is dus allemaal ook voor het eigen bestwil van de kalveren zelf. En na een poosje blijven ze steeds verder van die draden vandaan. Hebben ze allemaal al stroom gehad. Kijk, ik kreeg er weer een op lawaaier en dan rennen ze weer weg. En dan toch af en toe weer nieuwsgierig snuffelen richting die draad. Maar ze hebben al wel door, er is iets aan de hand met die draad. Pat, weer één. En nog één. En dan blijven we natuurlijk een poos in de buurt om het goed in de gaten te houden. En dan krijg ik lekker koffie. En dan is het zover dat we ze proberen in het weiland te doen. We beginnen in het weidje achter de stal. Daar heb ik ook weer extra draden neergezet. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. Ze gingen door die draden heen. Dat is allemaal niet gefilmd, want dan hebben we meteen de handen vol om ze op de juiste plek te krijgen. Eén kwam er nog weer in de stal terecht. De plek waar de koeien lopen. Nou, een paar draden kapot, die heb ik weer gemaakt en ook dit kalfje weer naar buiten. Je ziet er nog een draad plat op de grond liggen. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal buiten en worden ze wat rustig. En als ze daar dan een poosje gelopen hebben, dan gaan we ze verder op naar achteren doen. Richting het perceel waar ze de komende tijd zullen verblijven. We gaan via één perceel naar achter. De perceelen zijn ongeveer 650 meter lang. En dan moeten we nog een paar perceelen naar rechts. En dan komen ze uiteindelijk in het land terecht waar het beheersgras gestaan heeft. En daar mogen ze de komende weken weiden. En gelukkig gaat dat goed en drijven ze van het ene perceel naar het andere en hier in het juiste perceel. Windmolens op de achtergrond, zoals je ziet. En ik ben altijd blij als deze jonge kalveren weer op de plek lopen. Dat het zonder ongelukken gebeurd is. Ze hebben een mooie weide. Hier kunnen ze wel een poos lopen. Lekker vers groen gras. En in de stal, daar heb ik nu nog 4 pinken lopen. 3 ervan zijn in de afgelopen 2 weken geïnsemineerd en de andere moet binnenkort. Die ook nog in de gaten en als die drachtig gescand zijn, dan mogen die ook naar buiten. En dan hier in de avond, dan zie ik dat de pinken in de verkeerde helft van de kamp lopen. Ja, de draad plat. Nou, mijn zoon mee en we drijven ze weer richting de goede helft waar ze moeten lopen. Eén ging nog even door de sloot. Wou het filmen, maar hij was er ondertussen ook alweer uit. En de laatste 2 ook richting goede stuk. En de volgende ochtend liepen ze gelukkig allemaal nog op de juiste plek.